Thank you.
Hé, en waar moet ik zitten? Hier zitten. Ik kom in het bed zitten. Hier zitten. Ja, hier zitten. Dames en heren. Kortelings heeft u in de pers kunnen lezen dat de komende generatie in het jaar 2000 een leeftijd van 115, 116 jaar zal bereiken. En wij zijn daar een klein beetje op aan het vooruitlopen. Wat u hier ziet zitten, dat zijn de kinderen van onze jongste leden uit de saxofoongroep. Want die bevallen in de volgende eeuw hoogstwaarschijnlijk van enkele kinderen. En wat u hier ziet zitten zijn hun nakomelingen die dan op dat moment 80 jaar lid zijn van de muziekvereniging Wilhelmina. Zij hebben getracht om zo lang mogelijk hun instrument te blijven bespelen. Of die instrumenten aan het eind van de volgende eeuw er nog zo zullen uitzien, zullen we af moeten wachten. Ze nemen daar vast een voorproefje op. We nemen aan dat de saxofoons zo over een klein 100 jaar voorzien zijn van wat ingenieuze ingreepjes, zodat je dus niet meer naar mollen en kruisen hoeft te kijken. Je hoeft alleen maar je instrument in te toetsen en je speelt wat er staat. En of er 6 kruisen of 3 kruisen, 2 mollen of 8 mollen staan, doet er verder niets toe. Het instrument pakt precies wat je dus nodig hebt. We zullen dat trachten te spelen. We hebben de jury gevraagd om even te wachten met jureren. Want het kan zijn dat er hier of daar iets misgaat. En op dat moment zullen we dus niet aarzelen om in te grijpen. Ik ben op dit moment de jongste van de club, dat heeft u al lang gezien natuurlijk. Ik ben nog maar 60 jaar lid van de muziekvereniging. En zij dus al 80, dus dat is... ja, ik voel me dan ook heel jong bij jullie. We zullen het gaan proberen. Ja? Zullen jullie nog even, ja, dat is prima dat je nog even van plaats wisselt. Goed. Zullen we eerst nog even stemmen? Ja. Want er zijn wel eens leden die zeggen hier bij deze club van het zal bij de eerste noot al verkeerd gaan. Proberen.